Er is bij de herdenking van de watersnood is er altijd heel veel aandacht geweest voor de mensen die het hadden meegemaakt. En die worden ouder en ouder. En het is gewoon ontzettend belangrijk dat we dit verhaal blijven vertellen. Omdat het gewoon heel erg duidelijk maakt wat we telkens weer moeten doen. Sinds de watersnoodramp in 1953 is er in Nederland een heleboel gebeurd om ons te beschermen tegen het water. Een van de grondleggers hiervan is Johan van Veen. 3 jaar geleden werd daarom een monument van hem geplaatst, schuin tegenover de Hollandse IJsselkering. Ja, Johan van Veen, dat is toch wel een van de grondleggers van het Deltaplan. En dit is een van de eerste, de Hollandse IJsselkering is een van de eerste deltawerken en daar heeft hij nu mooi uitzicht op. In de tijd van de Tweede Wereldoorlog heeft hij heel veel plannen gemaakt voor zogenaamde kustlijnverkorting. Dus dammen en stormvloedkeringen. Eigenlijk het allerbelangrijkste is dat er dus al gewoon heel veel plannen klaar lagen en dat die versneld tot uitvoering kon worden gebracht. Dat het geld daarvoor beschikbaar werd gesteld. En dat er gewoon heel snel allerlei werken zijn uitgevoerd. Daar is eigenlijk ook die Hollandse IJsselkering weer het mooiste voorbeeld van. In 1958 was dat al klaar, dus 5 jaar na de ramp. En dat is binnen 5 jaar zo'n ingewikkeld waterbouwkundig werk neerzetten. Dat is echt uniek. Hij heeft dat ook nog gebouwd zien worden. En dat vinden met name ook de familie vond dat dus een heel bijzonder plekje dat hier komt. Onlangs kwam ook naar buiten dat de dijken langs de Hollandse IJssel niet voldoen aan de veiligheidseisen voor 2050. Hoe zit dat precies? Nou, inderdaad, we hebben heel lang gedaan met de normen die eigenlijk door die Delta-commissie zijn vastgelegd. En die zeiden van ja, je moet ten opzichte van bepaalde waterstanden aantonen dat de dijk voldoende sterk is. En we zijn eigenlijk naar een heel ander systeem gegaan, namelijk dat we kijken van wat is nou de kans dat die dijk echt doorbreekt en wat speelt daar dan een rol in en is dat dan sterkte, is dat hoogte. Maar er is ook gekeken wat zijn de gevolgen als het misgaat. We kunnen dat tegenwoordig heel goed doorrekenen, hoeveel slachtoffers er waarschijnlijk vallen, wat de economische schade is. En we hebben nu eigenlijk per dijktraject gekeken van nou, hoe belangrijk is die dijk, hoe streng moeten die eisen zijn, ook in 2050. En nu weten we dat daar dus gewoon nog een hele hoop werk te doen is. Is dat dan ook de rol voor Johan om nou ja, met zijn blik op de IJssel toezicht te houden of dat allemaal goed blijft gaan? Ja, dat vind ik wel een heel mooie gedachte. En zo zie ik het zelf ook wel. Ik zie het echt als een inspirator en een voorganger die ons telkens scherp moet houden. Radio Capella.